Allee, ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Ja, ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Dan gaan we samen, oké? Okay? Ja. Maar we blijven samen. Ja, ja. Ja, Hans Paulien is niet thuisgekomen, hè? Mout is ook niet thuisgekomen. Man, wat is er gebeurd dan? Die man heeft mijn haren afgeknipt. Die man heeft uw haar afgeknipt? Obi? Obi? Nu een chocolatje gaan halen, dat is chocolade. Chocolatjes voor de mama? Ja. En ga nog iets toch doen vandaag dan? Gaan eten vanavond, hè. Er is een melding binnengekomen van de buurvrouw van Stafkes. Heeft gezien gehoord uit de tuin van Stafke. En maakt zich zorgen, maar durft zelf niet gaan kijken. Over. De buurvrouw van Stafke heeft gebeld. Geschreven. Die spreekt al van 10, wij geven ons ter plaatse over. Ja, we zijn onderweg naar Stafke. Blijkbaar heeft zijn buurvrouw gebeld om te melden dat ze geschreeuwd heeft gehoord van mij. Dat is op zich al verontrustwekkend, want Stafke is altijd degene die zelf belt om te klagen over de buren en om ons te verwittigen. Dus het feit dat hij nu niet zelf belt, dat is, ja, dat baart ons toch wel wat zorgen. Ja. Ja, die zo uit. Dag mevrouw, ik heb Stafke horen schreeuwen en dat is echt niet normaal. Ik stond daar aan mijn hekje en het kwam van de tuin. Oké, okay. Vanuit de tuin? Ik denk ergens in de tuin. Ja, wij gaan even kijken, blijf hier. Oké, okay, dank u wel. Direct in de tuin. Godverdikke. Wat? Hij ligt daar. Ja, raar. Stafke? Stafke, hoorde jij mij? Wat is het? Maar pas op, hè, hand. Ja. Stafke! Ambulance. Stafke? Ja, dat proef. Hij wil een hartslag, Koen. Dispatch al van de 10, kun je gaan zappen een ambulance sturen naar thuis van Stafke. Stafke! Ambulance komt. Ik weet niet wat een wond op zijn hoofd. Ja, wat is dat? Kijk hier ook op zijn armen ook zijn tegen sneeuw aan die potten misschien. Dat zijn geen sneeuw, hè, Koen. Stafke, kunt jij mij verstaan? En wat zei die buurvrouw? Had hij iets gehoord of gewoon geroep? Geschreeuwen, zei ze. Maar van hem? Ja, er is niemand hem zo. Hij heeft een pols, ja. Ja, maar hij reageert ook niet als ik zijn oorlel heb. Stafke. Maar, ik zal ik anders ondertussen een keer rond huis gaan zien. Ja, ik doe maar. Want als je er niks is, dan niks. Stafke, hé. Hey. Stafke. Stafke, kun jij mij horen? Zo'n verdwijning en dan zeker nog niet van een minderjarige. Ja, dat is echt... We hebben een oproep gekregen van een moeder. Die zegt dat haar 11-jarige dochter, Maud, niet naar huis is gekomen. Dus in de dag na het school. We rijden daar onmiddellijk naartoe om te zien wat er aan de hand is. Goedendag mevrouw lokale recherche. U hebt gebeld? Ja. Goed mevrouw, vertel ons eens wat er gebeurd is. Elke dag gaat Maud alleen te voet naar school en komt hij alleen terug naar huis. En het is woensdag, dus hij zou wel na 12 zou hij al moeten hier geweest zijn. En die is nog altijd niet teruggekomen. Ja. Zou het niet kunnen zijn dat ze met een vriendinnetje of een vriendje of met iemand is meegaan die ze kent of zo? Nee, want dat mag ze niet doen, want dat was een afspraak dat we gemaakt hadden. Anders mocht ze niet alleen naar school. Heb je misschien een foto van Maud? Ja, die staat daar. Deze foto? Ja. Mag ik die nemen? Ja, pak maar. Is dat een recente foto? Mag ik vragen of u weet wat ze vandaag aan had van kledij? Een blauwe broek en een roze lange trui. En ik denk ook een grijze jas. Grijze jas. Ja. Mag ik die foto meenemen? Ja. Ja. En dan gaan we nu eerst naar de school zien. Ja. Eens bekijken wat er daar zou kunnen gebeurd zijn. We houden u op de hoogte, mevrouw. Oké, dank u. Ik ben blij dat de mama van Maud ons zo snel gebeld heeft. Hoe vlugger dat we kunnen beginnen zoeken, hoe beter natuurlijk. Dus nu gaan we eens proberen te achterhalen wat er op dat klein stukje van school naar huis kan gebeuren.
Hallo. Hij ligt van achter in de garage. Hé, Hey, Stafke. Hoor jij mij? Vind ik een ambulance is hier, hè? Weet je niet juist wat er gebeurd is, dat weten we niet. Nee, een pols, blijkbaar. Het is nog altijd buiten bewustzijn. Meneer heeft een hartslag en hij ademt, maar ik krijg hem niet wakker. Ja, meneer, hallo. Hallo, meneer. Hij noemt Stafke, hè? Stafke. Stafke? Ik weet niet wat er gebeurd is, hè. Maar geen idee, dat ligt er allemaal overhoop en hij heeft overal van die wonden op zijn armen. Heb je geen idee van wat die verwondingen zouden kunnen komen? Nee, ik heb eigenlijk nog nooit niet echt zo gezien. Maar zijn dat afweerwonden of zo? Oh ja, dat is wel zeer brutaal. Ik denk wel hier goed gevocht is. We denken dat Stafken is aangevallen. Aan de ravage te zien heeft hij zich serieus verweerd ook. Ja, we hopen dat hij snel bijkomt, dat hij ons kan vertellen wat er precies gebeurd is of wie deze gedaan heeft. Man, wat is er gebeurd? Aan die poort misschien nog even kijken, dat die dicht is. Ja, ik ga direct wat foto's pakken. Ja, ça va. Ja, en dan het labo bellen. Ik ja, we hebben nog een beetje. Als er gevochten is. Ja. Ja, ik zeg dat als mijn Brigitte zak was, dat is niet... Ja, dat mag niet. Ik zou die meebrengen. Goed, misschien. Ik kan die niet van die mannen gaan geven aan de kist. Ik ga foto's pakken. En de kabel nog. Goeiedag mevrouw. Dag mevrouw. Lokale recherche. Mogen we even binnenkomen? Ja, dank u. We hebben de route die de verdwenen Maud elke dag te voet doet zelf afgelegd. We hebben jammer genoeg geen bruikbare aanwijzingen gevonden. We zijn nu bij haar schooltje aangekomen en hopelijk kunnen zij ons meer informatie geven. Ah, Maud, ja, die was na de speeltijd bij mij gekomen. Die voelde zich niet goed en ik heb haar naar huis gestuurd. En u heeft haar te voet naar huis gestuurd? Ja, ik zag daar geen enkel probleem in. Maud woont hier namelijk vlakbij. Ja. En zij gaat altijd alleen naar huis en ze komt altijd alleen naar de school. Ja. En u hebt dan de ouders niet verwittigd op voorhand of zo om te laten weten dat die naar huis ging komen? Nee, ik heb het ook nog aan Maud gevraagd. Alles leek normaal, dat hoefde niet, ja. Ja. Het is namelijk zo, Maud is nooit thuis gekomen. Ze is nu ook nog niet thuis, dus een beetje een onrustwekkende verdwijning nodig. Ja, dat is heel raar. Ik kan dat bijna niet geloven. En ik heb ook niks speciaals opgemerkt. Ik heb niemand gezien of... Nee. Oké. Ik ga je een kaartje achterlaten. Als jij iets weet of als jij iets opvangt, mag je ons altijd onmiddellijk bellen. Dat ga ik zeker doen. Oké, alsjeblieft. Dank u. Bedankt, mevrouw. We hebben nu uw nummer opgeslaan, dus als wij nog vragen hebben, dan zullen we wel terugvinden. Dank u. Volgens de directrice is Maud tijdens de speeltijd bij haar geweest om te zeggen dat ze haar niet goed voelde. En de directrice heeft haar dan ook naar huis laten gaan. Dat betekent dus dat Maud al enkele uren langer verdwenen is dan dat we eigenlijk dachten. En dat ze haar niet goed voelde. Dus hopelijk heeft niemand haar ergens alleen zien rondlopen en heeft dat dan meegenomen. Oké, ik stel voor zo snel mogelijk naar kantoor. Onze chef verwittigen. Een team samenstellen, zoektocht op poten zetten en de celvermiste personen van de federale waarschuwen. Ja, en geen tijd verliezen. Maak het uit. Let's go. Schrokken, man. Maar als je dan zo ziet liggen, dat is vies, hè. Maar ja. En zeker omdat het altijd zo'n vieven is. Het is ook omdat je hem zo goed kende, hè. Ik heb een update over de toestand van Stafke. Hij is ontslagen uit het ziekenhuis en mag naar huis. Overigens. Hij mag naar huis, oké. Okay. Gaan we die ophalen? Van maar ja, we doen hem toch voor. Ja, ja. Dispatcher dan 110. Wij gaan naar het ziekenhuis, wij gaan Stafke ophalen, over. Oh, maar dat is wel goed nieuws. Ja, dat is inderdaad goed. Gaan we tenminste weten als ze me van iets kan herinneren, hè, dat is nog zo weten. Maar rij via de spoortlijn. Met een toolband. Dat is precies de paal zijn. Ziet? Hij ziet er niet uit. Zeg, wil ik dat ding van onze moeder aan hem geven anders? Die praline. Hoe schattig ze dat? Ja, maar ziet, kan dat doen. Ze had onze moeder iets anders gedaan. Hij ziet eruit, hè? Je moet niet hier staan. Ik ben juist een kerstmisboom. Een kerstmisboom? Jo. Heb je een toolband op je kop? Nou, hebben ze me goed liggen gehad, hè. Ik hoop dat hij mooie stond, geblutst en alles. Ja, we hebben wat kompassen met u. We hebben
mooi, alleen. Nee, nee, dat is niet, dat is voor veel plezier gedaan. Zeg, wij willen eigenlijk wel weten wat er is voorgevallen. Weet jij nog van iets? Want wij waren helemaal buiten bewustzijn, hè, man? Het jaar goed duipen, net weer goed duipen. Ik zei, ik gewoon een paar bloembolletjes pakken. Nee, ah. En planten. Voor het goed weer, dus, willen zeggen. Ja, goed weer. Ja, dat... Dus ik doe mijn buiten van de garage aan. Ik wil mijn schepje gewoon pakken. Ga in een bloemenhof te steken, hè. En ik bik me, bij dat te pakken, hè. Dat schepje naar te nemen, hè. En in één keer zie ik wat me nu ook niet op me afkomen. En een beschrijving? Een beschrijving? Weet je gewoon wat dat was? Dat kon je gewoon nu niet geloven. Een meerkuren. Wat? Een eekhoorn. Ja, niet te groot, hè. Maar Stafke, zijn er mee aan het lachen, nee, of wat? Nee. Dat kwam de mouwen. En krabben, en pissen, en buitenmannen. Dat zijn twee tankjes zo scherp. Eetvol. Daar en daar zijn mooie stof. Dat zijn al die wondjes, en... of wat? Ja, en weet je wat ik dan gedaan heb? Ik heb een staven bestel willen pakken, hè. Ik heb nog een gepakt en ik zei dat wij beginnen rondslogen om dat stomme beest tot mijn garage te krijgen, hè. En dan ben ik gevallen. En daar stond dus uw tovelje, hè. Je bent met uw kop op dat tafelje gevallen. Ik heb dat tovelje gevallen. En ik heb van mijn zus gedreven. Dus je hebt gevochten? Met een eekhoorn. Met een eekhoorn. Eén keer mijn inbeel hem ook kapot. Dat kruid ons Suzanne mee gemokt, hè. Weet je wat, we gaan u naar huis doen, want inderdaad, labo, kan ik die afbellen, hè. We hebben het labo al naar u thuis gestuurd, hè, omdat wij dachten dat er een overval of zo gepleegd was. Ah ja, uw buurvrouw die heeft ons gebeld, hè. Die was helemaal in paniek. Hoe kan ik je al aan bedanken, Alena? Deelt dat met mijn buurvrouw nog. Die had u horen krijgen. Anders lag er dan nog. Heb ik je geroepen? Ja, blijkbaar. Maar was dat in één koning. Allee. Joh, dan gaan we naar huis. Ook meer bedanken. We maken er nu wel grapjes over, maar ja, maak het maar mee. Hè. Er moet iets zijn dat beestje agressief heeft gemaakt. Nu, Stafke die komt er vanaf met wat schrammen en blauwe plekken en een bult op zijn kop. Dat allemaal dankzij de buurvrouw. Dus dat is nog maar eens het bewijs dat een goede buurman of buurvrouw dat heel veel geld waard is. Ik heb een melding binnengekregen van een tweede verdwening. Ja, Jans Paulien is niet thuisgekomen. Allee, ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Dan gaan we samen, oké? Ja? Maar we blijven samen. Ja. Mijn man heeft mijn haren afgeknipt. Je man heeft uw haar afgeknipt? Elke dag.